Ja, dat is wel, dat is echt wel bijzonder. Dat, Bij mijn loopbaan ben ik begonnen bij Defensie, bij de artillerie. En ja, op dat moment had de artillerie gemechaniseerde stukken, zoals we dat bij de artillerie noemen, M109. Dus ik ben eigenlijk mijn militaire carrière begonnen op dit, op dit stuk ijzer wat, hier, wat nu in het museum staat. Dus ja, dat heeft voor mij wel een bijzondere waarde om daar nu weer een keer voor te mogen staan. Ja, het grappige is ook dat het stuksnummer wat erop staat, 224, dat was ook het nummer wat ik had toen ik in Seedorf zat. 224, dus dat is de Alpha-batterij. En dan het Bravo-peloton en dan het vierde stuk. Dus ja, dat is wel bijzonder. Ik heb in deze tank heb ik geleerd om goed met elkaar te kunnen samenwerken. Uiteindelijk is iemand afhankelijk van wat daar die schietbuis uitkomt. Dat moet snel gebeuren en dat kan alleen maar snel gebeuren als je goed met elkaar kan samenwerken. Dus als je weet wat je van elkaar verwacht. Ik was stukscommandant, dus ik was eigenlijk leider op het stuk. En daar ben je eigenlijk al bezig met je bemanning te trainen, op te leiden. En ook in gewoon zware omstandigheden wel hetzelfde werk te kunnen laten doen. Wat ook wel grappig is, is dat als stukscommandant zit je daar boven achter de punt 50, achter de mitrailleur. En als nou in Duitsland in februari was het altijd heel erg koud en dan zat je bovenuit. En dan was je altijd blij als de wind, want hier zat dus de uitlaat, dat dan net die warme lucht van die uitlaat in je gezicht kwam. Maar dat is eigenlijk hartstikke slecht voor je. Ah, goed. Het is 18 jaar geleden dat ik hier stukscommandant op was, op dat artilleriestuk. Nou, uiteindelijk heb je in die 18 jaar best wel veel meegemaakt. En ja, door eigenlijk heel veel omwegen kom je dan in één keer weer terug bij het begin. Ja, goede herinnering aan. En nu staat het in het museum. En ik denk dat we dat in alle gevallen, misschien klinkt dat wel heel erg vaag, maar dat moet je eigenlijk niet vergeten waar je vandaan komt.